Allah is lekker deze appel, man. Oh, lekker. Rashid, zie je ons lapom? Jouw meneer ziet toch dat ik aan het eten ben. Rashid, ik wil graag dat ze antwoord in het Frans geeft. Oh, sorry meneer, sorry. Ik wist niet. Maar je wilt dat ik in het Frans zeg? Oké, ik zeg het wel in het Frans. Je mange lapom. Ah, dit is echt lekker. Het is echt lekker, meneer. Wil je proeven? Proef maar. Het is goed. Maar het zou beter zijn als je lapon niet haalt. Maar meneer, dat hebben wij toch niet geleerd? Ga je dat nog uitleggen, meneer? Jalla, alsjeblieft. Jalla, ga maar uitleggen, jalla. Jalla, tallah. Is goed. Doei. C'est parti. عجيبة صاحبي جي خايفس صاحبي خايفس والله ما كنت معي بوصة صاحبي خايفس راشي تي بارل ترو ليس از نوخ نيت بوخون مينير ني كاب ريخت اوم تي كون اونتسبان ليس غوون ان مانير اوم تي كون اونتسبان دان كان ايكو بيدير لاس خوت فولغا مينير يا ان نو زاغ كيس فايلي نات فرونس مسيو Je parle niet. Ah, tuurlijk. Dat heb je nog niet geleerd. Niet, je parle niet. Ja, oké. Dan zeg je, beter zeggen, je ne parle pas. Ja, zeg het nada. Je ne parle pas. Sorry, meneer. Sorry, dat heb ik echt niet geleerd. En dat begrijp ik ook niet. Dat zeg ik ook niet. Mijn motto is... Als ik iets begrijp, dan zeg ik het wel. Als ik niet begrijp, dan zeg ik niets. Voilà, bisje. Oké. Misschien heb je gelijk. Allez. On va expliquer la négation. Allez, c'est parti. La négation. De ontkenning. C'est parti. Voilà. Rachid. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Je répète, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Ok, meneer, dat ik antwoord geef. Ok. Goed luisteren, meneer. Goed luisteren. Le week-end dernier, j'ai joué au foot et j'ai marqué des buts. J'ai joué au foot et j'ai marqué des buts. J'ai joué au foot et j'ai marqué des buts. J'ai joué au foot et j'ai marqué des buts. So. Wat goed van jou zeg. Waar heb je dat geleerd? Zeg dan, waar heb je dat geleerd? Je moet niet kijken wat je buiten ziet. Je moet niet kijken naar mijn uiterlijk, hè? Kijk naar mijn hart, aan wat ik binnen heb, hè? Aan die capaciteiten die ik heb binnen. Hè? Moet je niet zo mij zien, dan zegt hij is gewoon een probleem. Nee, maar ik ga toch verder, hè? Ik ga verder met de opdracht. Donc, j'ai dit. Hè? Ja. Écoutez bien, monsieur, j'ai dit. Hm? Le week-end dernier, j'ai joué au foot et j'ai marqué des buts. Wat nog? J'ai fait mes devoirs, j'ai visité ma famille, je suis allé au cinéma. Voilà, monsieur. Oh nee, wat is dat, mini? Oh shit. Oh no, wie gaat nu de les geven, man? Wacht. Ik ben eerst toch le passé composé, ik heb alles verteld.
door mijn capaciteit is meneer aan de juffrouw al gevallen. Dus ik ben sterk genoeg om les te geven. En de les van gewoon, dat ga ik gewoon geven. Meneer Andawi, op de weg, monsieur Andawi. Slaap lekker, ik ga je bellen met. Ja, Allah, Allah. Nou, de les van vandaag wordt gegeven door monsieur Rashid. Yalla, c'est parti, yeah! Rashid, je hebt de laatste les gegeven zonder mijn toestemming. Jouw meneer, je bent toch flauw gevallen. En de leerlingen wachten op de les. Wie gaat dat doen dan? Die was toch verbaasd van mijn capaciteiten. Waarom deed ik dat niet als noodgeval dan voor een keer? Ja, dat is waar. Ik heb naar de laatste les gekeken. En eigenlijk, het was niet zo slecht. Oké, dan de les van vandaag. Wacht. De leerlingen hebben op mij gestemd, hè? 78% op mij gestemd, om weer die uitleg te geven, oké? Dus alsjeblieft, Hisham, ga zitten als je klasgenoot. Wat? Hisham? Met je klasgenoot? Oké. Laat me even zien dan wat je kan, hè? Laat me even zien. Of je iets kan zonder mij. Tuurlijk kan ik niet zonder jou. En jij ook niet zonder mij. Wij zijn gewoon samen sterk, meneer. Ja, oké. We gaan gewoon samenwerken. Jij zegt gewoon wat ik moet doen en hoe ik moet dat doen. En dat ga ik gewoon geven. Dan de leerlingen vinden dat prettig. Ja, dan doen we gewoon. Ja, jalla. Oké, is goed. Voor deze les doen we dat. Daarna kijken wat er gaat gebeuren. Zeg dan, je hebt le passé composé uitgelegd voor les. Doe je dan vandaag l'imparfait, dus ook verleden tijd. Dan kan je ook vergelijken tussen die twee tijden. Die zijn allebei verleden tijd. Dan moet je wel vergelijken tussen l'imparfait en le passé composé aan het eind. Oké, meneer. Kun je daar een voorbeeld noemen, alsjeblieft? En graag een voorbeeld over mij. Dan ben ik ook trots op mezelf, meneer. D'accord. Rachid était heureux parce qu'il a donné le cours. Hier gebruik ik le passé composé à l'imparfait. Aan het begin van de zin zeg ik Rachid était heureux. Rachid was blij. Dan gebruik ik imparfait. Tweede zin, parce qu'il a donné le cours. Il a donné le cours passé composé. Hij heeft les gegeven. Dan gebruik ik passé composé. Les geven is een activiteit. Die heeft een begin en eind. Action achevée. Ja? Donc, praten we over passé composé. Een beschrijving van iets of een beschrijving van een persoon in verleden tijd. Dan gebruik je imparfait. Want die beschrijving is action inachevée. Dat kan ook duren in de tegenwoordige tijd. Je was blij, maar je bent ook blij nu. Dus vandaar zeg je imparfait. Ja? Dus Rachid était heureux parce qu'il a donné le cours. Gaat het lukken, Rachid? Zeker, meneer. Les geven is leuk. Ik heb echt zin in. Yalla, l'imparfait, c'est parti. Yeah!